Start van de Grand Prix Motocross 125cc in het Noord-Brabantse Mil. Coureurs uit 17 landen, waaronder de wereldkampioen Akira Watanabe uit Japan en de Belg Harry Everts, streden in een race van 40 minuten en 2 ronden om de ereplaatsen. Het circuit bood rijders en publiek alle kansen op veel genoegen. Niet iedereen was geïmponeerd door het motorgeweld, waarbij de coureurs zichzelf en hun machines vele malen hoog boven de aarde uittilden. Winnaar werd Harry Everts, die met deze zege nieuwe punten verzamelde voor de wereldtitel van 1979.